Yo iedereen, welkom, plezier, terug Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En vandaag gaan wij voor episode 5, geloof ik, ja, 5, van Pokémon Red doen. Dus laten we er maar gewoon direct in vliegen, nietwaar. Ik heb een beetje voorbereiding gedaan, niet te veel, maar toch een klein beetje. Ik heb mijn Mew tot level 20 gedaan en ik heb een Bubble Beam en Mega Punch geleerd. De items die we gevonden hebben, die Bubble Beam hadden we gekregen van Misty. En die, die Mega Punch hadden we gevonden in Mount Moon. Dus we gaan nu gewoon verder gaan met de trainers die hierboven zijn. Want we moeten nog naar Bill en die zal ons ons SS en ticket geven voor op de boot naar Vermilion City. Dat is het volgende object dat we moeten doen, dus we beginnen er gewoon aan. Hier zitten nog wel een paar trainers, dus... My boyfriend is cool. Oké. Pam 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 pam. Nidoran. Daar gaan we deze episode ook niet voor kunnen teruggaan. Jammer genoeg. Pound zou het moeten finishen. Yep. Dat was Nidoran. Een mannelijke en een vrouwelijke Nidoran. Laten we eens proberen met Mega Punch. Ook niet in één keer. Niet zo'n probleem. It was in bad condition, sure honey. Hiker. Geodude, Geodude, Geodude. Kans dat Mew Bubble Beam kan. Dat is direct super effectief. We gaan wel wisselen met Ivysaur. Want we willen natuurlijk wel een Venusaur. Matchup? Nee, gaan we niet voor changen. Critical hit, nice. No one Geodude, nope. Voila. You got me. Oké, dus je ziet dat hier een item ligt en rechts staat een boomke. We kunnen Cut nog niet doen, want die item hebben we nog niet. Maar we kunnen die trainer wel luren, zodat hij naar ons komt. Dus als je hier gaat staan, komt er een gatje vrij. En daar kun je dan ingaan. Voor het item te pakken. Ik weet niet meer juist wat het item is, maar... ja. Ratata. Mew. Quick Attack gaat altijd eerst, zoals... jullie ondertussen wel weten. Ekans, we gaan niet switchen. Mew is sterk genoeg. Mew 21, nice. Darn. Oké, dus nu kunnen we het item pakken. We zullen direct zien wat dat is. Het is TM19. Ik heb geen idee wat dat is. Dus we gaan het een keer opzoeken. Dus Mctos, dat is wel een goede aanval. Wie kan dat leren? Ik denk niet dat ik dat aan iemand kan leren. Deze trainer moet eigenlijk niet verslaan, maar voor de XP gaan we dat wel doen. Ekans. Sandshrew, dat wordt interessant met Bubble Beam. Thank you.
Dit is de laatste trainer voordat we Pokémon Bill's huis zijn. Oddish. Pidgey, daar gaan we Pikachu voor pakken. Quick Attack haalt het eerst. Ah, Pikachu level 20, nice. Zo cool. En Oddish, dan gaan we terug veranderen naar Mew. Oké, dus dit is... Bill lives here. Dit is eigenlijk Bill. Let's screw up an experiment and combine it with a Pokémon. Help me out. Yep, we moeten wel. Vraag me af in welke Pokémon dat Bill eigenlijk veranderd zal zijn. Naar Rattata of een Nidoran of zo. En hier is Bill. SS tickets, voilà. Voilà. Hiervoor kwamen we dus het ticket voor de boot waar dat we kut gaan krijgen. De weg terug is vrij lang, maar dat valt wel bij eigenlijk. Daar staat er iemand van Team Rocket. Heel die kerel zijn huis is getrashed door Team Rocket, denk ik. Een critical hit op Mew, jong. Mew 22, boys. Dat is nice. Drowsy, ik heb geen idee wat we daarvoor kunnen pakken. Ik vind echt dat Drowsy er mega eng uitziet in Pokémon Rood. Ik weet niet hoe dat komt, maar... Oh, dat heeft ze nog gewerkt ook. Welke TM had jij gestolen, lieve man? We gaan een keer kijken. TM 28 was dat, dus dat is... Dick. Dick is best wel een goede aanval, maar... Daar hebben we eigenlijk niks aan op het moment. Dit huisje is waar je een Pokémon kunt achterlaten om te trainen. Het daycare. Dus we gaan hier gewoon Abra insteken. Ik ben altijd benieuwd hoeveel levels dat we die kunnen laten gainen als we die heel het spel hierin laten zitten. Dus dat zullen we zien. Oké, dit is een lange gang. Ik ga die gewoon even skippen, want... Het is echt gewoon een gang. Meer is het niet. Een Butterfree. Critical hit. Nice. Zal veel XP zijn. 685 is echt veel XP. Nu nog twee trainers.
I'll play Pidgey. Mew 23, nice. Pidgey, ja, we gaan wisselen naar onze Pikachu. Met dat levelverschil zou dat sowieso een one-hit KO moeten zijn. En deze trainer had gewoon 3 Pidgeys. Quick attack. Kans dat Sand Attack ons niet gefuckt heeft, want uw accuracy valt door Sand Attack. En dat betekent dat je soms wel een keer een aanval kunt missen. Even kijken wat dat heeft. You want to talk to me? Tank, 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 tank. Hero. Megapunch is zo'n sterke aanval weggestoot. Raticate. Raticate is een hele sterke Pokémon, want die kan Hyper Fang. En dat dealt wel wat damage. Ik heb het niet kunnen zien, maar het dealt echt wel wat damage. En welkom iedereen in Vermilion City. We hebben het gesaved. Zullen we eens in de Pokémon-markt gaan, want hier zullen normaal Great Balls zijn nu. Oh nee, nog niet. Zijn er nog geen Great Balls? Maar wel Super Potions. Dus laten we er daarvan een paar kopen. Dat is nice. Ik dacht dat we ook in dit huis moesten zijn. Ik ben niet meer zeker waarom. Nee, het is niet dit huis. Het zal dat ernaast zijn. Waarom was dat nu weer al dat ik hier moest zijn? Pokémon fanclub. Fanclub. Rapidash. Aha, dat is waarom dat we dat moesten hebben. Voor onze bike te gaan halen. Hier is de Vermilion City Gem, maar zoals jullie zien staat hier een boom voor en we moeten cut gebruiken daarvoor. Dus sinds dat we dat nog niet kunnen doen. We hebben een ticket. Hier overal in al die kabinetjes zitten trainers, maar we gaan die niet verslaan. We gaan eigenlijk... wacht, hier is nog ergens een secret. In een van die tonnen zit iets. Een Great Ball, dacht ik. Ik denk dat dit de weg is. Ik ben niet onder... Ja, dit is de weg. En wie is hier? Hier is onze rival Gary terug. Tank, 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 tank. Quick attack. Maar dat doet eigenlijk geen damage. Zielig.
Zullen we niet een andere Pokémon pakken? We zullen niet Ivysaur pakken. Tail Whip, Defense Fel. Hyper Fang is een hele sterke aanval, heb ik gezegd. Zoals jullie zien, dat is een helft van mijn HP dat er naartoe gaat. Een tackle zou het moeten afmaken. Kadabra. We gaan gewoon terug nieuw pakken. En we gaan die Kadabra Mega Punch. En we gaan die gewoon KO'en. Mew 24. Charmeleon, we blijven bij onze. Want het is wel cool dat hij zijn Charmander geëvalueerd heeft. Dus we blijven bij Mew. Want Mew kan Bubble Beam. En zoals jullie weten is water enorm goed tegen Fire. Dus Ember, dat zal niet veel damage doen, lieve man. We gaan het gewoon afmaken met een Pound. Critical hit. En dit was onze rival, Gary. I hear there was a cut master on board, but he was just a seasick old man. Ik denk dat dat deze mens is. Wrijf is over zijn rug. HM01, dit was waarvoor we hier waren. Dit is kut en zo kunnen we naar de gym. Yep, we gaan dat aan Ivysaur leren. Nee! Oh, ik heb tackle ge... Nou. Het is dan maar zo, I guess. Ik wou tackle niet echt doen. Voor de rest moeten we eigenlijk niet meer in deze boot zijn, dus we gaan hem gewoon laten wegvaren. Je kunt al die trainers verslagen hier op de boot, maar ik zie er het nut niet van in eigenlijk. En dit was het weer al voor deze aflevering. Volgende aflevering gaan we badge 3 doen. Dat is Lieutenant Surge. En die heeft Electric Pokémon. Dus dat zal nog interessant worden. Want we hebben geen grond Pokémon. Maar ik denk dat Mew die wel kan bieten. Allemaal super bedankt om te kijken. Als je het cool vindt wat ik doe, laat sowieso een like achter. En subscribe op mijn channel. Merci om te kijken. En ik zie jullie de volgende aflevering terug. Tot een goede dag. Yo!